Het optimisme is groot bij regio Zwolle. De trots uit de provinciehoofdstad staat derde. En probeert het Sliedrecht en Sneek, de echte topkandidaten in de competitie, lastig te maken in de strijd om de titel. En dit is Brahim Abshir. Al jaren de coach van Springendal Setup 65. De ploeg uit Oort-Marsum staat dit jaar zesde. En daar moet het ook blijven staan, willen het meedoen om de play-offs. Die zorgen lijkt regio Zwolle niet te hebben. Al heeft de ploeg wel een wisselvallig seizoen. Verloor in de beker van Alterno 2, maar wist wel overtuigend te winnen van Eurosport bijvoorbeeld. Mede dankzij deze Esther de Vries die heel belangrijk is bij regio Zwolle. En voor de nodige power zorgt en ervaring binnen de ploeg. En hoe anders is dat aan de andere kant van het net. Deze Brahim Abshir, al jaren coach, promoveerde met Setup naar de Eredivisie. Maar hij is nu erg gefrustreerd en klaar met zijn missie bij Setup. De coach vertrekt aan het einde van het seizoen vanwege de geringe mogelijkheden. Ik doe dat voor die dames, ik doe dat voor de club. Omdat wij willen graag dat ze laat ons werken, laat ons onze doelstellingen halen. We kunnen niet gewoon blijven vechten binnen de club en vechten buiten de club. Ja, dat kan niet. Dat niemand kan volhouden. Die dames kan ook niet volhouden en ik kan ook niet volhouden. En zo is Abshir op in Oort-Marsum. Hij wordt opgevolgd door Leslie de Jonge, 27-jarige trainer van de tweede. En dus weinig ervaring en dus moet zij, Annelien Pasveer, oudspeelster van Zwolle, zorgen voor wat routine. Zien ook haar ouders, onder wie dus oud-profkeeper Eddie Pasveer. Ook de vader van Remco Pasveer, doelman van Vitesse. Slotfase, eerste set. Met de voorsprong voor regio Zwolle is dit Iris Reinders. Met een heel listig balletje. Nog een goede redding, maar dan is de communicatie niet goed bij Setup. En zo wint Zwolle de eerste set met 25-21. Dit is de tweede set. Opnieuw een voorsprong voor regio Zwolle. Is net wat gehaaider in die slotfase van de set. Hoewel Setup lange tijd meekom. En opnieuw is dit Iris Reinders. Zij was toch wel de plaaggeest gisteravond voor Setup. Linkshandig en daar had de ploeg van Abshir moeite mee. Ook de tweede set gaat dus naar regio Zwolle. Dit zijn beelden uit het derde bedrijf. Is er een voorsprong voor regio Zwolle, maar die wordt dan knap weggewerkt door Setup 65. Er zit wat frustratie in de ploeg van Bentum. En dus is Wilfried Groothuis niet tevreden. Zijn ploeg is te wisselvallig, laat soms momenten lakmoedig spel zien. En als ook Esther de Vries de routinier fouten gaat maken, gaat de derde set naar Setup 65. En zo komt er dus een vierde bedrijf. Overwerk dus voor regio Zwolle. En Setup gelooft er dan weer in. Met een fraaie redding van Iris Reinders hier. Dan is het Rosita Blomenkamp met een verraderlijke bal. En dan verslikt Setup zich. En zo gaat een zeker lijkend punt naar regio Zwolle. Matchpoint voor de bezoekers. Service van Bentum. En afmaken maar. Nee, goede redding nog van Setup. Setup leeft dus nog. En dan is dit wel heel fraai in tweede instantie. Heerlijk afgemaakt. En zo een 3-1 overwinning voor regio Zwolle. En zo blijft outsider Zwolle in het spoor van de koplopers Sliedrecht en Sneek. Setup hadden we vorige keer van verloren. Dus we waren extra gebrand om deze keer te winnen. En volgende week tegen Sliedrecht. Dus dat wordt ook wel spannend. Kunnen jullie daar echt mee meten, denk je? Ja, ik denk het wel. Als wij gewoon keihard vechten, dan kunnen we iedereen aan, denk ik. Nou, dat kan nog heel wat beloven. Ja, ja, ik heb er echt zin in. Ja. Ja, zelf ben ik daar altijd een beetje voorzichtig mee, maar de titel, ik denk dat we daar nog niet te veel mee bezig moeten zijn. Echt in het hier en nu en de eerstvolgende wedstrijd, die is belangrijk en niet te ver vooruitkijken, denk ik. Maar een plekje in de top 4, dat moet haalbaar zijn. Dat gemoed is in Oort-Marsum anders, weet ook de meest optimistische fan daar in Oort-Marsum. Die ploeg moet nog alle zeilen bijzetten om bij de eerste zes te eindigen. Lijkt me duidelijk dat wij nog steeds voor de beste zes gaan bij de play-offs. Brahim gaat weg inderdaad, einde van het seizoen. Dus er is veel reuring natuurlijk. Hè. Nieuwe trainer is al bekend, dus we kunnen al uitkijken naar het volgende jaar. Maar wij moeten ons focussen op de competitie en we gaan absoluut voor de beste zes. En daarna zien we wel weer verder. Het is niet zo dat de boel hier in elkaar stort? Gelukkig niet, nee.